We staan hier naast de snelweg en de politie houdt hier een grote controle. Ze houden auto's aan die op de snelweg heen rijden, te hard rijden of misschien illegale middelen bij zich hebben. En daar controleren ze hierop. Oké, we zijn hier langs de snelweg en ik heb hier voor mij de woordvoerder van de politie. Waar zijn jullie mee bezig vandaag? We zijn bezig met een controle. Origineel plan was om een ANPR-camera op te zetten en gesignaleerde voertuigen aan de kant te zetten en te controleren. Uiteindelijk is dat een beetje mislukt, want de locatie is geleakt. Dus we zijn nu gewoon een algemene verkeerscontrole aan het doen. We checken gewoon voertuigen, bijvoorbeeld busjes, stellen auto's, zetten gewoon even aan de kant, controleren we wat er in die voertuigen zitten, kijken of ze APK gekeurd zijn en of de verdachten ook een rijbewijs of zoiets hebben. Dat is in principe wel wat we doen hier. Oké, helemaal goed. En jullie hebben de wegenwacht ernaast staan. Die checken bijvoorbeeld als iets mis is met de APK bijvoorbeeld. Klopt, klopt. Die kunnen dat dan hier ter plekke repareren of als een voertuig niet meer werkt, dan kunnen ze die gaan wegslepen. Daarvoor staat de sleepwagen er ook. Ah, oké. En ik denk dat jullie ook wel illegale middelen op het spoor komen door deze controles. Volgens mij hebben we tot nu toe wel al een paar illegale substanties in beslag genomen, inderdaad. Dus dat is ook al mooi meegenomen. Dus goed werk van de politie. Ja, zeker. Dat Nou, was ook de hele bedoeling hiervan. In ieder geval bedankt voor het korte interview. Geen probleem. Wil jij altijd al beroemd worden of je bedrijf promoten via ons journaal? Stuur dan een bericht via de gemeente-app.